De Surinaamse media is tijdens een informatiesessie op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond het programma van het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Tijdens de bijeenkomst op donderdag 11 augustus werd aan vertegenwoordigers van verschillende mediahuizen een presentatie verzorgd door Karel Eckhorst, adviseur in de Executive Board van het IMF. Wel, we hebben daarnet een update van het IMF-programma, de status van het IMF-programma, hebben we net aan de pers gegeven. Waarbij we nadrukkelijk hebben aangegeven dat er risico's zijn voor het programma. En dat die risico's voornamelijk te maken hebben met het overheidsfinancieel gebeuren. Met name de inkomsten van de overheid die nog sterk achterblijven op de uitgaven. En daardoor een discrepantie kan ontstaan of groter kan worden. Want die discrepantie is er volgens de voorlopige cijfers al. En we hebben eigenlijk willen duidelijk maken dat dat kan leiden tot een verstoring van dat programma. Maar nog meer dat het kan leiden tot een ontsporing van de begroting. Dus de meeste mensen focussen misschien op het IMF-programma, maar het gaat nu puur om de begroting van de overheid die is aangenomen in de Nationale Assemblee. En dat we de overheid erop willen wijzen dat erop gelet wordt dat ze zich tenminste aan haar eigen begroting houdt. Er zijn mogelijkheden om die ontsporing te voorkomen. En die mogelijkheden hebben we ook gepresenteerd in de vorm van een lijst met mogelijke inkomsten die waaraan de overheid zou moeten werken om in elk geval dat begrotingsgat te dichten. Deze mogelijkheden, als die worden geïmplementeerd, zou het dan een zware impact hebben op het volk? Een aantal hebben geen invloed op kostprijs van goederen. We praten bijvoorbeeld over royalties op klein goudmijnbouw die wat verhoogd zouden kunnen worden. Er is daar wat ruimte, niet veel, maar er is wat ruimte. Maar ook andere inkomstenverhogende maatregelen waarbij we natuurlijk ook de solidariteit zullen vragen van groot goudmijnbouw bedrijven, de multinationals, om een verhoogde bijdrage te leveren. We weten dat ze goed geboerd hebben bij de hoge prijzen van goud. We weten ook dat hun kosten omhoog zijn gegaan, maar als deel van die samenleving, als deel van die Surinaamse community, vraag je toch van iedereen om naar draagkracht een bijdrage te leveren. Er wordt al meer dan genoeg gevraagd van het volk. Er zijn andere partners in die economie die ook een bijdrage kunnen leveren.